Ik kan me herinneren dat ik als jonge jongen met veel plezier en ook langdurig kon kijken naar opnamen over de bedevaart naar Mekka. En ik weet, mijn opa heeft op de Grote Vaart gezeten en die kon ook met geuren en kleuren vertellen over zijn ontmoetingen in Alexandrië en in Egypte en hoe die door het Suezkanaal ging. En je ontwikkelt een beeld. En op het moment dat je zelf voet aan de grond zet in Cairo of Damascus of in Yaoundé of in Dakar, dan moet je eigenlijk vanaf dag 1 je beeld al bijstellen. Wat ik heb geprobeerd is om met een kritische blik naar de landen te kijken en de mensen te kijken waar ik ben geweest, die ik heb ontmoet. Afrikanen, Arabieren zijn niet zielig of onschuldig. Het zijn derde wereldlanden, maar het zijn natuurlijk individuen, bij elkaar een 500 miljoen of 1 miljard misschien, met capaciteiten en ambities. En wat mij zo frustreert, en dat is misschien ook wat ik bedoelde net met het bijstellen van een beeld, is ik heb zoveel mensen ontmoet die zoveel te vertellen hebben en zo nieuwsgierig zijn en zo intelligent en intelligent zijn en zoveel capaciteit hebben. Waarom komt dat niet tot ontplooiing? Waarom is Afrika waar het is, waar het nu staat? En waarom wil het Midden-Oosten niet van de grond komen? Dus ik heb geprobeerd om de vinger op de zere plek te leggen. En als dat is gelukt, dat moet de lezer maar beoordelen, maar ik heb ook de mensen die ik heb ontmoet kritisch aangesproken. Waarom verschuil je je achter het kolonialisme? Waarom neem je geen persoonlijke verantwoordelijkheid? Waarom wil je weg? Het zijn geen verwijten, maar het waren kritische vragen. En dan krijg je interessante antwoorden. Wat is je conclusie? Wat bepalend is voor het verleden en ook de toekomst van veel landen in Afrika en Midden-Oosten is naar mijn idee het feit dat er dictaturen zijn. Natuurlijk heeft de koloniale tijd een rol gespeeld en staan een hoop landen waar ze nu staan dankzij spelletjes van de grote mogendheden, de Koude Oorlog, de landen zijn leeggeroofd, dat gebeurt nog steeds. Maar daar kun je je niet achter blijven verschuilen. Ik heb mensen gesproken die wel degelijk zich realiseren dat ze in een land leven waar ze niets te vertellen hebben. Maar ze op een of andere manier niet bij machten zijn of niet de wil is om dat te veranderen. En tegelijkertijd, op het moment dat zij bijvoorbeeld zelf in een positie zouden komen waarin ze enige macht hebben, het ook vanzelfsprekend is dat ze die macht uitoefenen. En dat ook bij anderen zien. Ik heb een man gesproken die vertelt dat hij het heel goed kan begrijpen dat iemand die ergens burgemeester wordt een graai in de kast doet, zou hij zelf ook doen. Dus het idee dat je een land kan leiden vanuit almacht, het is een beetje een gif wat in die landen rondwaart en blijft hangen. En dat moet worden doorbroken. En die machtsmisbruik, het dictatoriale van een hoop landen, manifesteert zich op alle niveaus. Het gaat echt vanaf top van de elite, politieke elite, maar dat sijpelt helemaal door tot aan de straatverkoper. Ook die leidt onder dat systeem. Ik maak die reizen, die zijn overigens, maak ik recentelijk, maar ik heb ze ook al langer geleden gemaakt. Dus die is een soort samenraapsel van allerlei ontmoetingen. Maar uiteindelijk concludeer ik toch dat willen we de mensenrechten serieus nemen, zullen wij actie moeten ondernemen. En welke weg we daarin moeten volgen, geweldloos of zo nu en dan misschien ook met geweld, daar ben ik nog niet helemaal
En actie om de dictatuur te doorbreken. Ja, absoluut. Afrika, het Midden-Oosten, landen die ons naliggen, zullen wij moeten helpen en moeten veranderen. Dan helpen we ook onszelf, als dat een doel is. En dan richting democratie. Een democratie, vrijheid, ja, het zijn allemaal open deuren, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. En naast mooie woorden moeten we ook iets doen. En ik heb in het boek, denk ik, zonder heel belerend te zijn, wel wat, denk ik, in mijn ogen opties gegeven die Europa zou kunnen volgen, bijvoorbeeld. Waarom die titel? Nou, de directe aanleiding is eigenlijk dat ik, toen ik werd uitgenodigd om naar Irak te gaan, om daar mee te helpen bij een initiatief voor een journalistieke opleiding en wat andere burgerinitiatieven. Ik van een aantal kanten het verwijt kreeg, god, wat moet jij daar nou? Het is een oorlogsgebied, man. Je lijkt wel een ramptoerist. En die ironische kant daarvan, die sprak me wel aan, want ik ben dat helemaal niet. Ik ging niet om te kijken hoe verschrikkelijk het was. Ik ging juist om te kijken of het een kansrijk experiment was wat de Amerikanen daar forceerden. En de tweede verklaring eigenlijk waarom ik het wel een goede titel vind is, ik heb me ook opgesteld als een toerist. Een journalistieke toerist. Frank en vrij, luisterend en kijkend. Een beetje naïef. Maar wel in een gebied, door een gebied gereisd, wat nou niet te boek staat als zonnig paradijselijk. Je kunt het een rampgebied noemen met een knipoog. Dus ja, in die zin is die titel wel functioneel, denk ik. Klopt het ook wel. Maar goed, ik eindig positief. Ik denk dat het allemaal wel goed komt, eerlijk gezegd. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar ik heb ook heel veel positieve ontmoetingen gehad. Heel veel positieve dingen meegemaakt. Maar we moeten niet opgeven. Als we de mensenrechten serieus nemen, dan moeten we wat doen.